Ja, er is weer heel veel langsgekomen. Heel veel klimaatakkoorden, klimaatwetten, klimaatambities, klimaatbeleid. Maar wat hier eigenlijk gaande is, is klimaatchantage. Want terwijl de energierekening tot ongekende hoogte is gestegen, is verdubbeld in een jaar tijd, is gewoon ongelooflijk wat hier gebeurt, zijn 500.000 mensen nu niet meer in staat om die te betalen in Nederland. Energiearmoede, het werd al genoemd, is een steeds groter probleem. En wat er vervolgens gebeurt, de reactie daarop, is niet we gaan die mensen helpen. Nee, we gaan het alleen maar erger maken. Want die stijging die komt met name door de stijging van de prijzen van gas. En het kabinet kiest er dan voor om niet de gasbelasting naar beneden te doen. Nee, dan gaat de elektriciteitsbelasting naar beneden. 60% daling van de elektriciteitsbelasting. Dus wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dit is gewoon een plan. Het is gewoon het doel van het kabinet om de mensen te gaan dwingen om van het gas af te gaan. Want anders zou dan de gasbelasting worden gecompenseerd. En mijn motie, een paar weken geleden, om dan ook de gasbelasting met 60% te verlagen, die werd verworpen. De belasting op gas zelfs is in de afgelopen 10 jaar onder de kabinetten Rutte meer dan verdubbeld. En 92% van de huishoudens in Nederland zit aan het gas. Dit is gewoon chantage, ordinaire chantage. Mensen moeten hun energierekening betalen. Wat gebeurt er? De gasprijs gaat omhoog en het kabinet kiest ervoor om de elektriciteitsprijs te verlagen om die mensen uiteindelijk te dwingen om dan maar over te stappen. Het is gewoon ordinaire chantage. Het kabinet sluit het Groningen gasveld, maakt zichzelf afhankelijk van allemaal internationale gasprijzen, zoekt ruzie met Rusland, waar we nu dus dan afhankelijk van zijn. En als uitgangspunt dat de energie betaalbaar zou moeten zijn, dan zou je dat allemaal niet doen. Het enige uitgangspunt kan zijn, als je hier logisch naar kijkt, dat je dus wil dat de gasprijs omhoog gaat, zodat mensen hun huis ombouwen naar een geëlektrificeerd waterpompachtig model. En de directe consequentie hiervan is dat normale Nederlanders hier de dupe van worden. Ik zei het al, 500.000 mensen kan nu zijn energierekening niet meer betalen. De heer Kop zei net heel terecht, heel veel mensen kiezen ervoor om de cv-ketel maar niet meer aan te zetten, om thuis in de kou te zitten. Dat is het directe gevolg van jullie beleid. Jullie zijn niet de aarde aan het redden, jullie zijn mensen thuis in de kou aan het zetten. Jullie zijn mensen in een financiële probleem aan het helpen. Dat is het enige reële gevolg van wat hier gebeurt. Want wat jullie willen is technisch... Moment, volgens mij, ik zat er even over te kouwen, jullie. Ik ben niet jullie, men. Volgens mij. Goed. Dus ik verzoek een wat voorzichtiger formulering, meer inclusief te formuleren, te kiezen. Oké, ik zal preciezer zijn. Dus wat de partijen die bijvoorbeeld de klimaatwet hebben ingediend, dus dat zijn CDA, VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA natuurlijk, niet te vergeten, ChristenUnie, al die partijen, wat die bereiken is dat normale Nederlanders de dupe worden van een of andere vaag idee, allemaal wel klimaatwiggelroederij, allemaal ideeën over huizen van het gas halen. Het is gewoon technisch niet mogelijk. Ze zijn nu de afgelopen jaren bezig geweest met dat programma Aardgasvrije Wijken. 600 woningen zijn opgeleverd, er is 230 miljoen ingestoken. Niemand weet waar dat geld heen is gegaan, er is geen enkele verantwoording over afgelegd. Het project is op alle mogelijke manieren totaal geflopt. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgerekend dat als je dit wil doen, als je die hele gebouwde omgeving van het gas wil halen, wat het doel is van het klimaatakkoord, ik heb het nog een keer opgezocht, het staat niet aardgas ready, maar echt aardgasvrij, dan kost dat minstens 650 miljard. We hadden het net al over de netbeheerders die waarschuwen ervoor. Het kost 100 miljard om dat net te versterken. De woonwijken kunnen op dit moment niet worden gebouwd omdat de stroomcapaciteit te laag is. Er werd gewaarschuwd aan het begin van de winter. We hebben geluk gehad met het weer. Maar als het kouder was geweest, dan was er gewoon waarschijnlijk stroomuitval geweest. We hebben ons eigen energienet zo verzwakt dat we nu te maken hebben met de mogelijkheid van stroomuitval. Voorzitter, het is een eindeloze lijst waar we heel lang Moment. Mee door kunnen gaan. Anders dan begint een volgende alinea, zal ik maar zeggen. Ik kan mevrouw Leijten alleen nog een punt van orde toestaan. Geen interruptie meer. Gaat u gaan. Ja. Voorzitter, de klimaatwet werd net aangehaald. Die zegt niet hoe je het moet doen, maar dat je het moet doen. En over de invulling hebben wij hier heel veel discussies in deze Kamer. Daar is Forum voor Democratie helaas nooit bij aanwezig om dat te bespreken. Maar zeggen dat het door de klimaatwet komt, dat de energierekening zo hoog is, dat is een feitelijke onjuistheid. Het lijkt mij een constatering die... geen reactie hoeft op te roepen. Ik vlieg eigenlijk wel. U vervolgt uw betoog. Voorzitter, misschien kunt u toch de tijd stilstaan, want ik vind het wel meer een interruptie dan een punt van orde.
Nee, maar er is geen interruptie toegestaan. Dit is een feitelijke constatering. Wat is er nu veranderd aan de orde van de vergadering? Sorry? Wat is er nu veranderd aan de orde van de vergadering? Dat wij vier vragen hebben toegestaan. Mevrouw Leijten maakt mevrouw hier een Leijten punt... wil een punt van nee, orde Nee, mevrouw maken, Leijten dus... maakt hier een punt van orde. Van de constatering van die klimaatwet heeft een andere status. Maar het gaat toch niet over de orde van de vergadering? Nee, maar daarom wordt niet over deze interruptie of deze inbreng... Maar voorzitter, inbreng. Dan had u niet moeten toestaan. U wordt verzocht uw betoog te vervolgen. Dan wil ik graag reageren op dit. Dus vervlekt u het in uw betoog? Dat lijkt mij beter dan hier toch een extra interruptie van te maken. Dat is niet de bedoeling. Nou ja, voorzitter, ik vind het eigenlijk onterecht. Ik wil je het bezwaar tegen maken, want dit is geen ordevoorstel. Het ging niet over spreektijden of het stilleggen van de vergadering of noem maar het allemaal op. Het ging over een inhoudelijk punt over mijn betoog. Dus dan is het toch een interruptie. U vervolgt uw betoog. Nou, voorzitter, ik vind het heel merkwaardig. Dat kan. Goed, ik ga verder. Ja, ik noemde net al een eindeloze lijst van allemaal technische redenen waarom wat men, de partijen die ik net opnoemde, willen, gewoon niet kan. Het is gewoon technisch niet haalbaar. En als het al haalbaar zou zijn, dan kost het ontzettend veel geld. Het gaat om honderden, duizenden, zelfs miljarden. Allemaal klimaatideeën die, als ze eenmaal geconfronteerd worden met de werkelijkheid, gewoon onmiddellijk uit elkaar vallen. We moeten hiermee stoppen, voorzitter. Het slaat nergens op om 1000 miljard te gaan uitgeven voor een soort vaag idee van minder opwarming op aarde. 0,00007 graden is al vaak uitgerekend. Het enige rationele wat we kunnen doen is nu Groningers ruimhartig compenseren, doorgaan met de gaswinning, de belasting op gas naar beneden, zodat de energierekening weer betaalbaar wordt. Dank u wel.